mevrouw Kaag. U bent getrouwd met een Palestijnse minister. Vice-minister voor de zekerheid. U ziet er niet erg Palestijns uit, moet ik zeggen. Dus ik neem aan dat u niet van het Palestijnse volk bij geboorte bent. Nee, ik ben geboren en getogen Nederlandse. Ik heb nog steeds de Nederlandse nationaliteit en behoud die ook. Ik ben door middel van werkbezoeken, ik werkte bij Buitenlandse Zaken, ben ik mijn man tegengekomen die destijds schaduwminister was voor gezondheidszorg. Ik ben getrouwd, naar Jeruzalem verhuisd. Het zou niet zozeer mijn keuze geweest zijn, maar het was een privékeuze. En ben inmiddels ook verantwoordelijk voor de VN-organisatie die voor over 3,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen in de westelijke Jordaan over Jeruzalem en Gazastrook, Jordanië en Libanon werkt. Dus mijn zakelijk belang is dat ik voor de VN, voor de Palestijnen werk. En privé ben ik inderdaad met een politiek actieve, geboren en getogen Jeruzalemiet van Palestijnse origine ben getrouwd. En ik woon in Jeruzalem, ik werk daar. Wij wonen bijvoorbeeld op illegaal geconfiskeerd grond, eigendom van de grootvader van mijn man. Wij wonen als buren vanuit een grot. De vader van mijn man is gedwongen als vluchteling een grot te bouwen waar hij een huis aan heeft vastgehouden, omdat na de oorlog van 67 een ultra-orthodoxe familie het huis heeft overgenomen en sindsdien ook weer verkocht. Ik wilde daarom meteen direct of indirect op mevrouw De Lange reageren. Israël is niet... Jeruzalem is niet de soevereine hoofdstad, behalve volgens de Israëlische definitie van het land Israël. West-Jeruzalem is dat vooralsnog. En de status van Oost-Jeruzalem is vooralsnog onderwerp van besprekingen. Zoals die ook zijn overeengekomen de Oslo-akkoorden. En ook een politieke tijdbom. Hè? Maar ik wil even terug naar uzelf. Ja. Waar woont u precies? Ik woon op de grens Oost-West. Achter mij ligt een settlement, zoals dat heet. Want in Jeruzalem, niet alleen de westelijke Jordaan over en Gaza, maar ook in Jeruzalem, in het grotere Jeruzalem, het Palestijnse gedeelte, zijn settlements gebouwd. Achter ons ligt het settlement, dat heet Talpiot. Wij wonen op een geconfiskeerd landgebied wat tot groene zone is verklaard. Meestal groene zones worden voor Joods-Israëlische huisvesting nader gebouwd. Woont u daar veilig? We zijn soms door kolonisten bedreigd, die s'avonds dan naar het huis komen en aan de auto's hebben gezeten, bedreigende taal uitspreken. Want politiek actieve Palestijnen die zich inzetten voor een vredesdialoog worden door mensen van de rechtse partijen binnen Israël als bedreigend ervaren. Want dat is de stem van de reden. Die gelukkig nu ook zijn weerspraak heeft gevonden in de Israëlische kant van de samenleving. Wat ongeveer 50% is. Dat mag niet vergeten worden. Vertegenwoordigd door de arbeiders en de Meretz-partij. Die ook zeggen vrede is de uitweg uit het vele menselijke leed dat aan beide kanten van de scheidslijn Israël en Palestijnen, twee volken, is geleden juist ten gevolge van het conflict. We spreken over twee heel verschillende landen. Hè. Ik hoor hier woont drie kilometer van elkaar. Waar ik niet woon. Dit land waar ik nu over hoor spreken door deze mevrouw die tegenover mij zit, daar heb ik nog nooit van gehoord. Woon dan in een heel ander land. We wonen inderdaad zo als ik zeg, ik woon in Eretz Israël, het land Israëls, waarover gesproken wordt in de Bijbel, die het fundament is, ook van de beschaving van de christelijke wereld. En als ik het zeggen mag, ook het fundament is waarop de latere islam gebouwd is. Ik was in die tunnel waarvan u zegt dat dat een provocatie is. En ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik zelden in mijn leven dieper onder de indruk ben geweest. Ik liep daar naar binnen en ik zag daar het Jeruzalem zoals het geweest is tijdens de dagen toen de tempel nog op de Tempelberg stond. Maar moeten we de continue realiteit van ik zag daar negeren. Het Jeruzalem van meer dan 2000 jaar geleden. En ik begreep opeens dat ik geen vrouw was die uit Nederland gekomen was. Ik was een vrouw die voortgekomen was uit geslachten Joden die daar gewoond hadden, lang voordat er een christelijke en ook een moslimbeschaving bestond. Maar buiten werd gevochten. Wij Joden moeten altijd vechten voor ons leven. Nou, ik heb in mijn leven geen vrede gekend. Misschien mag ik even. Er zijn denk ik drie dingen aan de hand. De geschiedenis van de stad Jeruzalem, die tot een perfecte multiculturele, multiraciale samenleving zou kunnen uitgroeien. En dat zou de doelstelling moeten zijn. Mag ik mijn zin afmaken? Goed, er zijn mensen, en daar horen Peres, Beilin, daar horen vele prominenten, inclusief Rabin, die vermoord is door een exponent van de extremistische rechtse beweging binnen Israël. Die horen allemaal, die hebben dezelfde ideologie. Inderdaad, het land Israël, vanuit hun geloofsovertuiging, is het grotere Israël. Maar ze hebben geredeneerd dat in het belang van het land Israël en tegelijkertijd gegeven het feit dat er een Palestijns volk is,
dat zal blijven en dat ook rechten heeft in het minste van de zaak. Mensenrechten, ik wil graag een zin afmaken, mevrouw Lodalange. Dat de toekomst van het land Israël, dat het belang van het land Israël het best veiliggesteld kan worden door vrede, door het voorkomen van menselijk onrecht. En door het democratisch gehalte, van de staat Israël zal het best gewaarborgd worden. Ik wil graag even mijn zin afmaken, mevrouw Lodalange. Dan zal u daarop antwoorden. Het democratisch gehalte van het land Israël, wat wij allen zo waarderen en waar de Palestijnen zich ook aan meten en vaak kijken, zeggen, kijk eens hoe de Knesset opereert, mag ik even mijn zin afmaken? Dat is een andere zaak, mevrouw Lange. Ik wil graag al uw punten beantwoorden, maar geeft u me even de tijd om de zin af te maken. Het democratisch gehalte door de volkomen bezetting van Oost-Jeruzalem, door de discriminatoire maatregelen tegen Palestijnen in Jeruzalem, Westelijke Jordaanoever en Gazastrook worden getroffen door economische uitsterving, door gevangenisneming. Er zijn een tal van maatregelen, door landonteigeningen, door huisvernietigingen van bijvoorbeeld een clubje voor invaliden. Daar wordt dan speciaal een helikopter even door de oude stad ingevlogen om dat clubje... Het is op televisie geweest, mevrouw de Lange. Maar in de tweede plaats, de soldaten die op elkaar vliegen. Laten we kijken naar hoe het conflict vorige week is ontstaan. Er was een demonstratie, zoals zo vaak, van Palestijnse jongetjes, mensen die de economische uithongering die plaatsvindt in de bezette gebieden maar door de illegale, onrechtmatige... Zij welke autonomie als je gevangen zit in Hebron tussen 5 en 8 uur 's ochtends mag je de deur uit? Mevrouw de Lange, ik ben vorige week in Hebron geweest met een VN. Ik was gisteren in Gijveron. En in Gijveron wonen veel meer dan 100.000 Arabieren. Wij Joden zijn niet gewend om mensen te tellen. Er wonen daar veel meer dan 100.000 Arabieren. Dat is wat ik ervan zeggen wil. Er wonen in Gijveron 500 Joden. Deze Joden zijn zozeer bedreigd. Hun levens worden zo bedreigd. Mevrouw Kaag, vraag die lijkt me relevant. Ja, een ogenblikje, maar ik wil graag mijn zin afmaken. Ja. Dat zij niet in het leven kunnen blijven. Ik heb het over die minuscule Joodse gemeenschap daar in Gijveron, die niet in het leven kan blijven wanneer de Arabieren van Gijveron vrijheid hebben van uitgaan. Van het gewoon ik op straat lopen. Dan ik met worden goed vind, deze Lange, mensen gelyncht. Moeten wij ons laten lynchen? Nee, absoluut niet. Maar wel even naar mij luisteren. Namelijk, ik wil even terug naar Jeruzalem. Want als ik u zo volg en u woont zo vlak bij elkaar. Ja, wij wonen, ik weet het niet, op verschillende galaxies. Nee, want bij u als het regent zal de elektriciteit niet uitvallen. Bij er u zal rioolwater niet overvloeien. Er is hier een volk bij wat een ander volk wil huizen vernietigen. Met de een grotere afstand tussen volkeren kun je niet bedenken. Maar moet het niet? Er is hier een vernietigingsvoorwaarde. Mevrouw de Lange, er moet toch vreedzaam samenleving mogelijk zijn? Er zijn afspraken gemaakt in Oslo. Precies. Er zijn afspraken gemaakt waar ook vertegenwoordigers van... Die allemaal overtreden heeft. Hij heeft geschoten met zijn politie, zoals hij dat noemt. Ik noem dat gewoon een militie. Er is een Palestijnse politie die door Israël bewapend is om de vrede te bewaren, de orde en de rust binnen de Palestijnse gemeenschap. Deze politie heeft geschoten op de vredespartner. Maar nu even luisteren naar de vraag. De vredespartner die ongewapende demonstranten neerschiet. Kan men spreken over vredesbesprekingen wanneer men schiet, wanneer men ze niet krijgt? Nee, het is wel een buitengewoon treffend beeld wat hier aan tafel gebeurt van wat er ook in Jeruzalem is, maar ook van de enorme problemen om eruit te komen. Namelijk blijkbaar niet erg goed naar elkaar willen luisteren en zich ook enorm bedreigd voelen, terwijl u allebei gebaat bent bij vrede en bij een veilige toekomst van uw kinderen. Ontkent u dat er een Palestijnse staat is? Maar ontkent u dat die mensen daar moeten wonen? Er moet plaats zijn voor het volk Israëls. En waarom luistert u niet heel gewoon naar wat Arafat zelf zegt? Arafat zegt zelf, niet ik, een Joodse vrouw uit Israël. Arafat zegt zelf, ik ben bezig om mijn fasenplan ten uitvoer te brengen. Ik kan Israël niet in één keer vernietigen. Ik doe dat kalmpjes aan, nu op dit moment via dat vredesproces. Wat geen vredesproces meer is nadat... Mevrouw Lange, volgens mij staat de vernietiging, wat staat Israël in geen enkel Palestijnse regel meer. Nee. Maar het staat uitgebreid in het Palestijnse manifest, waarin 33 verschillende paragrafen in elke
paragraaf herhaald wordt dat het doel en het enige doel van het Palestijnse Arabische volk is de vernietiging van de staat Israël en het stichten van een Palestijnse staat. Dat is hun doel. Even naar mevrouw Kaat. Er zijn verschillende facetten die mevrouw de Lange belicht. En eigenlijk is het heel nuttig dat ze zo emotioneel, ik zou haast zeggen irrationeel reageert. Want het geeft weer aan dat de Labour-regering en de andere partijen, en gelukkig waren er gisteravond weer demonstraties van pro-vredesgerichte Israëli's in Tel Aviv die zeggen, de weg van Netanyahu, de soundbites met een haast racistische, demagogische tenuur over de Palestijnse vredespartner. Mevrouw de Lange, ik heb u laten praten, mevrouw de Lange, met een racistische tenuur over zijn Arabische vredespartner die in het nauw wordt gedreven. En niemand zal hier beweren. Ik zal de laatste zijn dat Arafat opeens de perfecte regeringsleider is. Maar kijkt u wel naar de omstandigheden. Er is geen economische groei. De mensen in Gaza, bijna 1 miljoen mensen zitten dag in dag uit gevangen. Er groeit daar een jeugd op die weet dat ze nooit Gaza uit kunnen, dat ze nooit een baan zullen vinden, dat ze niet verder komen dan de grensstrook Eret. Zelfde in Westbank. In Jeruzalem is geen perspectief. Palestijnen worden niet eens als tweederangsburgers behandeld, nee, als derderangsburgers. Er zijn statistische gegevens over, er zijn bewijzen voor. U kunt bij Israëlische mensenrechtenorganisaties vragen als u Amnesty International of anderen niet wilt geloven. Dat is de zaak. Maar het belangrijke is dat we nu kijken niet, er zijn geen twee volken meer tegenover elkaar, en dat proef ik ook in u, er zijn twee scholen tegenover elkaar. En die vind je bij Israëli's en Palestijnen. De extremisten die zeggen nee, alleen ik heb rechten. En degenen die op compromis gericht zijn, daar zijn de Palestijnen voor, het merendeel van de bevolking. En gelukkig ook het merendeel van de Israëlische bevolking. Die zeggen vrede en een compromis is de uitweg. Hoe kan ik mijn kinderen een goede toekomst geven? Hoe kan ik in mijn geval mijn dochter een toekomst geven waarin ze niet gediscrimineerd zal worden omdat ze half Palestijns is? Kijk, maar mag ik even u vragen, mevrouw? Ja, u heeft zelf een dochter gegeven? Ik heb een dochter van 18 maanden. U zegt de meerderheid van de Israëlische bevolking staat achter die vredespoging. Maar wordt die dan door Netanyahu vertegenwoordigd? Die wordt absoluut niet door Netanyahu vertegenwoordigd. Die is wel gekozen als premier. Netanyahu is gekozen, nou ja, op het randje, door de speciale verkiezingsregel. Maar er zijn, inmiddels zeggen veel mensen, maar dit was ook niet wat we bedoeld hadden. Want ik weet nog een dinertje waar we zaten met Israëli's en Palestijnen. De Israëli's waren overstuur. Oh God, hoe moet het nou met het vredesproces? Netanyahu is verkozen. De Palestijnen zeiden nee, het hoeft niet zo erg te zijn. Wij hebben nog verwachtingen, we hebben goede hoop in Netanyahu. Hij zal een realist zijn. Hij zal de politieke retoriek van Israël alleen voor de Israëli's, voor de Joodse Israëli's waar het dan op neerkwam, die zal hij omzetten in een verantwoord staatsman zijn. Hij zal keuzes maken. Hij zal zijn Arabische, Palestijnse vredespartner met respect bejegenen en luisteren en kijken hoe ze uit deze impasse kunnen komen. Dat is waar het om gaat. Israëli's, er zijn ook Arabische Palestijnse Israëli's. En de Arabische Israëli's zijn doodsbang voor Arafat. Want dit regime van Arafat, wat nog maar zo kort aan de macht is, verschillende, zelfs zeer vele. Dit regime van Arafat heeft zich Heeft het nu over de Palestijnen van Oost-Jeruzalem die in het gebied wonen? Het als zijn geen een terreurregime waar mensen midden in de nacht van hun bed gelicht worden en doodgefolterd worden door de preventieve politie van Jibril Rajoub en van Mohammed Dagan. Nu moet ik weer ingrijpen. Want ik moet even allebei de mond snoeren. Want we zijn hier bijeen, net zoals men vandaag in Israël bijeen is, in een diplomatieke top, waar zelfs de Amerikaanse vanavond, waar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken bij is, om de zaak op te lossen. En de Europese minister van Buitenlandse Zaken. En de niet geringe bijdrage zal die leveren. Ja. En dus de vraag is nu, hoe kun je als je nu, want u vertegenwoordigt beide groeperingen uit Jeruzalem. En de stad is een soort tijdbom onder het vredesproces. Hoe kun je, als je zo tegenover elkaar staat, tot een vrede komen? Nou, ik denk eerlijk gezegd, ik heb in Jeruzalem meestal een andere gesprekspartner dan mevrouw De Lange heeft. En mevrouw De Lange ziet ook duidelijk in... Ja, maar ze woont daar wel en ze vertegenwoordigt een groep mensen. Een spraakmakende groep mensen. Ja. Dus nu mijn vraag, hoe kom je daaruit als je zo tegenover elkaar staat? Vanuit mijn optiek, en dat zal ik blijven zeggen, er is een compromisoplossing. De Palestijnen hebben al door zich te verbinden aan Oslo een heel duidelijk compromis gesloten. Ze hebben gezegd, Haifa, Jaffa, mijn huis... Stond er dat je moest schieten als je zin niet kreeg? Er stond ook niet in dat we op ongewapende mensen moesten schieten. Stond er in Oslo dat je het Palestijnse manifest ik ben het niet met u eens. Moest de evenementen van vorige de week zijn zeer van een staat en lid van de Verenigde Naties. Ziet u hoe het gaat? Ja. Dus nu, ik kom weer terug naar de vraag. Hoe is een vrede mogelijk, zelfs als je op papier zou zetten, met handtekeningen van alle betrokkenen. Als je zo met elkaar, laten we zeggen, als je zo bedreigd voelt door elkaar.
Nou ja, heel eerlijk gezegd, ik denk dat de Palestijnen zich in zekere zin minder bedreigd voelen. De Palestijnen hebben misschien een soort... Ze worden onderdrukt. Bedreigd. Ze worden onderdrukt. Ze worden door niemand onderdrukt. Er is een onderdrukt. Soort van fatalisme. Als ik het kijk naar de familie van mijn eigen man, die hebben gekozen dus... vorig jaar is mijn 70-jarige schoonvader neergestoken door een Joodse meneer, die is een kufeya, dat Arabische hoofddoek. Waar was dat? Op de Tielet, op de Hamon en Nesif, waar hij dat woont. Dat is nooit gebeurd. Laten we even uitgaan dat ze niet liegt. Het rapporteert in de krant. Het staat in de krant. En de Joodse dame, de Israëlse dame die hem te hulp schoot, werd daarna uitgemaakt voor hoer van de Arabieren, maar het doet er niet toe. De Palestijnen die uit Jeruzalem komen en daaromheen, die zijn bezet, voelen zich onderdrukt, maar niet bedreigd. Want ze hebben ook het inwendige vertrouwen. Dit is ook ons land. Niet alleen zeggen mijn land, nee, het is ook ons land. En we hebben ook rechten. En als die rechten gerespecteerd rechten worden, om de Joden er zijn, te gooien, dan is er veiligheid. Dan is er een toekomst. Dan is er economische ontwikkeling. Om een land te zetten, is dat het recht van welk volk dan ook? Er zijn 3,3 miljoen vluchtelingen, mevrouw De Lange. Want Israël is 1/500ste deel. 1/500ste van de Arabische wereld. Dus we moeten ze net daar praten wij over. Dat minilandje. 1/500ste deel van de Arabische wereld waar geen Jood wonen kan. Wordt het Joodse volk betwist. Het Joodse volk heeft daar geen recht. Zelfs niet in de stad Jeruzalem. Wie zegt dat nog, mevrouw De Lange? Waar onze geschiedenis opgegraven is. En dat is ook de reden natuurlijk waarom Arafat daarover in zo'n grote woede ontstak. Hij wenst geen Joodse geschiedenis opgegraven in Jeruzalem. Even naar mijn vraag willen luisteren. Denkt u dat als de zaak zo doorgaat als nu, namelijk een cumulatie van geweld en rancune en ook wat we aan deze tafel weer horen, dat de veiligheid van u en uw kinderen er groter op wordt? Wat zou u doen als u uw land betwist werd door een ander volk? Betwist, dat zou zeggen dat u niet legitiem het land van bent, dat u geen recht hebt in deze uw hoofdstad. En wanneer u hier in Amsterdam, de Gijsbrecht van Amstel, op zou graven in de een of andere tunnel, waar alleen maar een ingang aan was en geen uitgang, zodat de toeristen die Gijsbrecht van Amstel daar graag willen zien, er wel in kunnen, maar niet weer uit. Ik had het over de veiligheid van... Ik had het over veiligheid. Over veiligheid had ik het. Wij Joden hebben geen keuze. Wij hebben ons passief laten uitmoorden in de landen van de wereld. Hier in Europa, ik ben de enige teller, niet alleen van een familie, maar van een Joodse gemeente en een van de zeer weinige Joden die de Holocaust in Nederland overleefd hebben. Wij hebben besloten dat wij ons niet weer passief zullen laten stellen. Dus u ontkent Oslo? Vechten voor ons. Maar ontkent het vredesproces? En daarvoor zijn u ontkent wij teruggekeerd naar ons vaderland. Mevrouw Kaag vraagt dan nu, ontkent u het akkoord van Oslo? Ik ontken het recht van elk volk en elk individu om de geschiedenis te vervallen. Er is een akkoord gesloten. Er is een akkoord gesloten. Er zijn in Oslo bepaalde principes ondertekend door de Joden en door de Arabieren. Maar de Arabieren hebben zich aan geen van die principes gehouden. Zij zijn in hun verregaande overtreding van de Oslo-principes zo ver gegaan dat ze hebben geschoten op hun vredespartner. En je kunt natuurlijk niet en vrede en oorlog tegelijk hebben. Je kunt inderdaad... Even luisteren. Er is geen veiligheid met economisch bewuste verpaupering van het Palestijnse volk. Er is geen veiligheid zonder uitzicht op vrede. Voor. Er is, mevrouw De Lange, er komt geen voedsel, geen medicijnen door. Zij er komt geen mens door, mensen hebben geen banen. Nee, want ze komen de grens niet in en uit. Voedselen komen er niet in uit. Ik nodig u uit bij deze met mij mee te gaan naar Gaza, naar de vluchtelingenkampen. Zou u bij over buurvrouw op bezoek willen komen? Komt u eens kijken. Dat is onmogelijk. Ik als Jodin kan nergens in een Arabische buurt. U zou niet bij haar bezoek willen komen. Want mijn leven zou u bij haar bezoek willen komen? Mijn leven vagen om bij wie dan ook op bezoek te komen. Zou u bij haar op bezoek willen komen? Ik kom bij iedereen op bezoek die vredegezind is en die bereid is te praten over een compromis en een mening. Maar ik wil graag één ding voor eens en altijd de wereld. Mevrouw De Lange, dit is gewoon niet meer serieus.
Ik wil één ding de wereld uithelpen. Die CNN soundbite, waar Netanyahu ook heel goed is. Het bestaansrecht van Israël staat niet ter discussie. Dat is een oude discussie, dat is beslecht in Oslo. Het bestaansrecht van het Palestijnse volk daarentegen. Op mensenrechtenniveau, op economische ontwikkeling. Het idee om überhaupt een toekomstperspectief te hebben. Het Palestijnsrecht van het Palestijnse volk, dat staat ter discussie. En dat proef ik ook uit mevrouw de Lange. En wat dat betreft dank ik u voor de gelegenheid om zo geconfronteerd te worden. Want het is heel duidelijk, als Bibi Netanyahu denkt zoals mevrouw de Lange, dan heb ik medelijden met de Palestijnen, want ze hebben nog een lange weg te gaan. Maar u heeft Arafat gekozen als leider, niet Netanyahu. En u Netanyahu. Mag ik u allebei hartelijk danken voor uw komst naar Nederland en in bijzonder naar Buitenhof. En ik weet nu plotseling hoe moeilijk het is om meneer Warren Christopher te zijn.